Goedemorgen, beste mensen. Het is een beetje druilerig weer vandaag. Het ziet wat grijzig. Vanochtend met het hardlopen was het een beetje een miezertje. Maar al met al viel het mee. En het is wel weer heel mooi om te zien hoe de natuur het water bijna dankbaar ontvangt, zou ik willen zeggen. Het weer was een schril contrast met de afgelopen maandag, Koningsdag. U zult het zich nog herinneren. Prachtig weer en ook een mooie dag om stil te staan bij de verjaardag van de koning. Ik mocht met een draaiorgel, en Jannie was ook mee, langs verzorgings- en verpleeghuizen. Wij dachten daar een midi op baden te brengen. En het pakte natuurlijk prachtig uit met het weer. En het was ook ontzettend dankbaar om te doen. Als je ziet met hoe kleine moeite je zoveel warmte en plezier bij die groep bewoners brengt, dan denk ik van, oeps, dit zouden we wel vaker op het jaar ook mogen doen. Maar zeker in deze tijd waarin de groep erg geïsoleerd is, en dat kregen we ook terug, ja, dan is die aandacht zeer mooi. Het maakt ook gelijk dat je nadenkt over je eigen bestaan en het schrille contrast daarin. Dus ik vond het indrukwekkend om te doen. Ook mooi om even die warmte daar te brengen, maar ook indringend als je dan de verhalen hoort wat het doet met de mensen daar. Niet alleen de bewoners, maar ook de verpleegkundigen, de hulpen. Diep respect daarvoor. Dus ja, daar heb ik nog wel even over lopen nadenken. Ik zou zeggen, geniet nog van de dag. Ondanks het gemis aan het zonnetje. En tot de volgende keer.